Zoals elke week bij Gamers en Dieren bespreken Peter en ik deze week ook weer een leuk stukje tech voor de gamer. En in dit geval is het wel een heel opvallend ding van een Nederlandse partij, toch? Ja, dat is leuk, hè? Ja. Trust. Kennen jullie Trust? Ik heb dat nooit geweten. Dat lag sinds altijd bij de Dixons en de Dynabyte. En ja. Dat is altijd zo dat je denkt van, oh, het is wel goedkoop en het werkt eventjes. Dat is Nederlands. Ja, dat is Nederlands. En die man, die eigenaar, die verdient knaak hoor met Trust. Want Trust is iets heel slims namelijk, want alles zit in de meest linkerschap. Ja, alles begint altijd bij Trust. Ja, en of helemaal onderop. Het is altijd onderlinks. Het is altijd bij de Mediamarkt. Ja, dat is waar. De Mediamarkt coördinaten zijn altijd zeg maar, het scheerste merk. Maar ze gaan nou proberen ze toch een beetje toch iets meer de high-end gamer aan te spreken. Ik moet zeggen, toen wij ontmoeten Trust bij de Reality, die LAN-party. En toen heb ik even met ze gesproken. Dus ik zeg, oh wat slim van jullie dat jullie gewoon nu een gaminglijn gaan beginnen. Dus ook zeg maar voor de budgetkant. Ja. En toen zeiden ze. Nee, onze gaminglijn is wel echt voor de serieuze shitkant. En toen dacht ik, ja, maar dat is nou weer net een gat waar iedereen in springt. Ja, dat is geen gat meer. Dat gat is gevuld. Dat zijn genoeg dure gamer gadgets. Dus we hebben nu eigenlijk alleen Sharkoon die echt budget is. Ja. Maar Trust die komt met deze GXT 3637.1 gaming headset van €80. Het is wel aardig een mond vol, de GXT... 363? De GXT 363. Oké, maar wat het is in wezen is een 7.1 gaming headset. Ja. Dus dat moet sowieso al die dingen liggen. Maar dat wou ik net zeggen, hij heeft iets speciaals. Ja, hij vibreert. Ja. Jee. Hij trilt. Jij vond het volgens mij echt een beetje tacky. Ik vond het heel raar. Het is eigenlijk alleen maar... ik vond het heel vet bij Battlefield. Ja. Zolang er maar een lage toon is, dan begint hij gewoon te shaken. En dan is het heel vreemd. Want dan heb je gewoon je achtergrondmuziekje, gewoon pompidompidom. En dan voel je hem opeens erin. Dan komt de trombone erin en in één keer dan begint dat ding te shaken. En dat vond ik heel vreemd. En ik vond ook, als je gewoon muziek luistert, soms voelt het een beetje alsof die... Als je je speakers te hard zet, dan doe je speakers dat ook. Die trillen gewoon bij bas. Als je je speakers gaat echt oversturen. Dus zo voelt het, vind ik, vaak. Alleen tijdens schietspellen vond ik het wel prettig. Volgens mij is het serieus best wel episch om met gewoon epische games te doen, weet je wel. Ja. Want ik heb dan net de Star Wars trailer er ook heel eventjes mee bekeken. En het is wel heel episch, want omdat die lage tonen, dan gaat echt zo... Maar volgens mij, dat moet ook smaak zijn. Want ik vind het ook gewoon fijn om rondom mijn oren gestreeld te worden. Maar ik denk als je dat niet hebt... Nee, ik heb geen oorfetish. Nee. Ik heb ook geen oorfetish. Maar sommige mensen vinden het juist wel fijn als er aan je oren gezeten wordt. Nee. Andere mensen niet. Mijn oren zijn van mij. Eigen oren. Mijn oren zijn van de wereld. Ik weet niet, het lijkt me wel, voor de juiste situatie kan het grappig zijn, maar het kan ook wel heel gimmicky. Het is gimmicky, laten we eerlijk zijn. Maar dat is wel, en daar moet ik ook eerlijk in zijn, ongeveer het enige gimmicky van het hele ding. Want ik vind hem heel premium. Hij oogt wel... Nee, maar hij zit heel erg lekker. Hij zit sowieso lekker. Hij zit echt onwijs lekker. Die schelpen sluiten perfect af. Ik vind de lampjes enorm awesome. De lampjes zijn wel tof gedaan, die kun je dan ook nog uitzetten. De headset, dat is een beetje vreemd, want die kan niet dichter bij je mond dan dit. Dus als je... Dit kan gewoon niet, hè, want dan trek je hem bijna kapot. Dus dit is wat het is. Ja. En dat is goed als het werkt, maar als je even iets moet fluisteren of zo, dan moet... Ja, ik weet niet, dit zit wel verder vanaf. Maar ongelooflijk robuust en ongelooflijk stevig. Ja, dat wel. En dat kan ik altijd wel waarderen als een headset een beetje robuust is. Want ik had vroeger zo'n budget trust headsetje. En dan loop je één keer mee weg terwijl de kabels nog in je pc zitten en de headset nog op je kop. Ja, dat ontploft, zeg maar. Dat kan hiermee niet gebeuren, want het is een bedraden kabel. Een katoenen kabel. Gewoven kabel. Gewoven, mooi. Maar ik moet wel zeggen, jij vindt het heel premium, maar ik vind die middenconsole wel een beetje... Ja, dat vind ik ook. Want als je knopjes dit geluid maken... Dat voelt altijd al minder. Ja, een beetje zoals de Steam Controller. Ja, een beetje als de Steam Controller. Maar goed, hij geeft bijvoorbeeld wel verschillende lampjes als je zeg maar op mute drukt. Ja. Hier kun je trouwens je vibratie mee aanpassen. Wil je veel vibratie of weinig vibratie? Ja, dan zou ik dat dus inderdaad als je muziek gaat luisteren, dan klap je dat maar lekker uit. Ja, precies. En je hebt twee verschillende standen. Ja. En je kan hem gewoon muten en dat soort dingen. Dus je kan wel alles op dat ding. Ja, dat is verder gewoon wel. Ook handig. Ja, dat zit er natuurlijk ook op. Maar dan even, hij trilt en even de premium dingen terzijde. Hoe is de geluidskwaliteit? Want er zit iets van, 50 mm speakers in, geloof ik. 7.1 headset is het. Ja, het is 7.1. Ja, dat moet je smaak zijn. Of nou, ik hoor dat nooit zo. Ja, ik hoor het ook niet. In headsets niet. Nee, ik heb twee oren en dan zeggen ze wel van, dit is de voorste speaker. Maar die klinkt niet alsof hij van voren komt, want hij komt van rechts. Ja, van links en rechts. Dat vind ik ook. Dus ik vind hem ook gewoon
stereo voelt hij gewoon. Ja. Links is links, rechts is rechts. Ja, dat doet hij goed. Nee, maar als je dan toch al gaat voor het hele speciale aspect dat hij vibreert, maak dan een 2.0 vibrerende headset en niet en vibratie en 7.1. Maar als je gratis erbij, 7.1. Ja, kijk, ja, gratis erbij. Als je het kan horen is misschien tof, maar... Ja, ik snap dat nooit zo goed met headsets. Nee. Want ja. Ik vind dat het hele 5, dat hoort juist je kamer te zijn. Ja, ja, precies. Dus dan kan het echt uit een andere hoek van de kamer komen. En niet precies. Zo van, oh, dit is links, maar net iets anders links dan die andere links. Ja, precies. Ja. Dus dat vind ik ook nooit zo'n ding, hoor. Maar ja. Ja, ik vind het echt een heel goed ding qua geluid. Ja, en hij ziet er ook wel... Ik vind, het is wel hij kan echt niet kapot. Het is wel een uitgesproken design ook. Ja, weet, op een of andere manier doet het me heel erg denken aan de wargaming vibe. Weet je, er zit een beetje die T in van World of Tanks en er zit een beetje die vormen, de schilden erin die ze dan gebruiken voor de logo's en zo. Ja. Nou ja, het is wel een uitgesproken design. Wel een paar dingetjes. Ik heb even online gezocht naar wat mensen, andere mensen ervan vonden ook. En de drivers voor Windows 10, dat zijn ze niet helemaal goed, schijnt. Oh, oké, dat is ja. Dus dat is jammer, maar goed, ik heb zelf nog geen Windows 10, want ik vind 7 gewoon awesome. Ik heb nooit... Ja. 7 Master Race. Ja, 7 Master Race. Ja. En hij is alleen USB, dus er zit ook geen mini-jack op. Ja, maar ja, dat is natuurlijk logisch, omdat hij die vibreert dingen heeft. En 7.1 kan ook niet over één zo'n jack. Dus. I know, maar dan had ik het ook... Het is ook wat wel handig als er ook zo'n ding bij zit, voor als je hem eventjes in je iPhone wil doen. Ja. Snap je? Nou ja, ik ga je hiermee in de trein zitten. Dit kan er wel af, toch? En zo'n mini-jack... Nee, kan er niet af. Je doet niet mee in de trein zitten. Nee, maar de mini-jack is de goedkoopste plugje op aarde. En ja, oké, dat had gekund, maar ik ga hier echt niet zo van ding-dong volgende halte Utrecht overvechten. Dat ik eruit zie alsof ik net uit een Star Wars film kom. Red Leader. Logo. Maar die blue... met die lamp hier? Ja, Blue Leader. Blue One. Blue One. Ready to go. Go ik in the trench. Ik zou jou nog wel zien doen. Use the force. En dan die deuren zo open laat gaan. Ja, zo. Twee handen. Ook al heeft een deur twee kanten, een Jedi doet altijd dit. Kijk, dit had ik kunnen weten. Sorry, dat is wel onwaarschijnlijk. Als zijn het 5 deuren die allemaal de andere kant op gaan en Jenny doet... Gewoon een beetje ongeïnteresseerd bijna. Een ongelooflijk tof headset. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Dus alleen één ding wat ik me afvraag is, hoe lang gaat hij mee? Kijk, we hebben hem nu een maandje in huis. En kijk, de trussdingen die links in de bak liggen, die willen wel eens kapot gaan. Maar dit doet mij denken aan die headset die ik heb, die van Rockat. En die is heel stevig. Dus ik neem aan dat dit breekt toch niet. Ja, het ziet er super stevig uit. Ja, nee, absoluut. Wat het is allemaal heel stevig. Dit is een soort matte finish, ik weet ja, niet. Ja, ik weet ook niet. Ik vind het heel vet. Ja, het is allemaal carbon fiber of zo. Ja, I don't know. Nee, dus, het is plastic, maar het werkt heel goed. Ik ben enorm te spreken over deze trust. Ik vind het vet ding. Je hebt vertrouwen in trust, kunnen we stellen. In trust? We trust.